in Luxemburg. We hebben het er uitgebreid over gehad vorige week. Alle royals die kwamen. Ja. We waren er ook bij. Ja, we waren erbij, zowel buiten natuurlijk, want Maxima Willem-Alexander, de koningin, was er. Maar binnen hadden we ook iemand, dat is Rick Evers. Die gaat meer voor ons doen. Die heeft in die kerk gezeten, wat allemaal gebeurde. Dus we hebben echt een verslag uit de eerste hand. Het was een hele mooie plechtigheid, een mooie mis met veel muziek. De avond voor het huwelijk was een gala-diner op het Paleis van de Groothertog. En daar was Maxima echt de ster in een rode creatie van Jan Tamino. Alsof het de koningin was die binnenkwam. Ze was echt het middelpunt van de hele avond. Prins Amadeus is natuurlijk vergeven. Maar hij heeft nog wel een jonge broertje, prins Joachim. Ook een goede partij. Hij is niet alleen een koninklijke hoogheid. Hij is een keizerlijke en koninklijke hoogheid via zijn vaderskant. De jongste zoon van groothertog Henri en Maria Theresa van Luxemburg, Sébastien, is nog beschikbaar. Een knappe prins, houdt heel erg van sport. In allerlei takken van sport is hij actief. Je komt ongetwijfeld op de mooiste feest. Ik ben zo blij om met Alexander eindelijk in het openbaar te kunnen verschijnen. Iedereen was natuurlijk heel verrast dat Maxima zo goed Nederlands sprak. Dat brak het ijs. En Rick, jij was daarbij en jij hebt de laatste nieuwtjes. Dat klopt inderdaad. Nou ja. Wat was het meest bijzondere dat jij vanmiddag dacht, hey? Om heel eerlijk te zijn was dat het persbericht uit Denemarken, dat de Deense kroonprinselijke koppel komt. Heel langzaam komt die gastenlijst een beetje vol. Maar dat was voor mij eigenlijk het nieuws. Want, was daar twijfel over dan? Nee, dat niet. Maar de RVD doet er een beetje schimmig over tot vlak van tevoren waarschijnlijk. Ze houdt altijd een afstand waardoor je nooit echt kunt merken wie zij nou precies is. Dat is echt iets wat binnenskamers zal blijven. We mochten waarschijnlijk voor het allerlaatst tot 30 april de kerk in. De nieuwe kerk, die is eigenlijk compleet gestript. Normaal gesproken is het een soort museum. Dus met garderobes en kassa's, dat is er allemaal uit inmiddels. Het koorhek hebben ze helemaal opgepoetst. De kroonluchters die zijn helemaal uit elkaar gehaald en mooi gemaakt. Nu moet het vorm gaan krijgen. Het bezoek was eigenlijk eerder afgelopen dan verwacht. Daardoor begonnen ze ook sneller aan het informele samen zijn in de tuin. In zonovergoten hitzakken. Er was natuurlijk familie bij van prins Klaus. De schoonfamilie eigenlijk van prinses Beatrix. Er was bijvoorbeeld ook de zus van prins Klaus bij, Sigrid. Die vertrok net even voordat Beatrix vertrok. De schoonmoeder echt te kunnen volgen natuurlijk. Het is charmant, dat sowieso. En mensen zullen dat zeker van haar blijven pikken. Maar ze zou best nog wel een cursus kunnen doen. Maar ik heb ook begrepen dat er in het Rijksmuseum nog gedineerd wordt. Ja, dat is heel leuk. Daags van tevoren, dat is eigenlijk het laatste wapenfeit van de koningin. Haar diner eigenlijk, afscheidsdiner. Zij nodigt alle voorstukken gasten uit. En zij gaan daar in de eregalerij zitten, vlak voor de nachtwacht, om te dineren. En dus in het Rijksmuseum, voor de nachtwacht, gaan zij dineren? Precies, dat is een prachtig koningin, beeld. Precies voor dat plaatje en haar gasten allemaal daar tegenover. Ja. Een mooie visitekaartje kun je niet afgeven, de 29e s'avonds. Dat is de 29e s'avonds. En daar worden foto's van gemaakt ook? Daar worden ook foto's van gemaakt. Waarschijnlijk ook wel videobeelden. Maar... 200 jaar Koninkrijk is een viering die 3 jaar lang duurt. Van 2013 tot 2015 zijn er allerlei activiteiten door het hele land, het hele Koninkrijk. Het vorige evenement was op Sint Maarten, het eiland wat bij Nederland hoort. Nu is het dus in Maastricht. Het hele land moet eraan meedoen.